Nog te jong vond voor een liefdesrelatie. Hij was vermoedelijk een van haar vele aanbidders. Bovendien had ze het erg druk met het runnen van haar logement-tapperij, die ze pas 2 jaar onder haar hoede had. Maar de jonge Nicolas Beets was erg onder de indruk van haar. In 1839 bezocht Beets nogmaals Oosterhout en heeft opnieuw contact met Keetje gezocht. Dat heeft hij met lyrische dichterlijke woorden beschreven onder het pseudoniem van Hildebrand in zijn boek Camera Obscura. Keetje, het fijnst besneden bekje van alle Noord-Brabantse meisjes die ik gezien heb. En dan die grote, blauwe ogen met die doordringende opslag. Welkom, kleine koninklijke hoogheid. Komt u binnen. Naar verluid ergerde de Oosterhoutse notabel Wees Smits zich dusdanig aan de relatie van Keetje met de koning dat hij haar wilde terechtwijzen. Mejuffrouw. Mag ik u op grond van mijn leeftijd een bemerking onder het oog brengen? Wel nu, niemand kan twee heren dienen. Het antwoord van Keetje was, meneer Smits, ik doe zoals u en elke ander ordentelijk mens. Ik dien God en den koning.
is dit dan toch Keetjes bekentenis dat ze echt een koninklijke relatie had.